75 jaar geleden was Zeeland het toneel van een grote en ingrijpende militaire operatie. De Slag om de Schelde. Vandaag de laatste aflevering. Is het nog steeds de vergeten slag? Zeeland heeft meerdere musea over de Slag om de Schelde. En daarnaast zijn er wel honderden gedenkplaatsen en monumenten die herinneren aan die zware slag die hier gevoerd is aan het eind van 1944. Maar desondanks praten we vaak over een vergeten slag. Want met name buiten onze provincie heeft bijna niemand gehoord over de Slag om de Schelde. En het heeft niet dezelfde plaats in ons collectieve geheugen zoals bijvoorbeeld de Slag om Arnhem Wel heeft. Weet u in welk jaar de Slag om de Schelde plaatsvond? Dit jaar. Ja, maar dan 75 jaar geleden. Die is lastig. Nee, niet meer. Dat heb ik wel geweten. Maar weet je wel welke oorlog? De eerste, dacht ik. Sowieso de Tweede Wereldoorlog. In 1944. Ja, in Terneuzen is het uiteindelijk daar wel begonnen. Bij die Slag om de Schelde, dat weet ik dan wel. Geallieerde troepen moesten landen in Vlissingen. En volgens mij is het zelfs zo dat soldaten of mensen die daar geland zijn, en ook in Normandië, zeiden dat daar zwaarder was dan in Normandië. De Slag om de Schelde. De Vergeten Slag wordt ze dus ook wel genoemd. Omdat Nederland er 75 jaar lang nauwelijks interesse in lijkt te hebben. Maar ook de Zeeuwen zelf zijn niet altijd goed op de hoogte. Vaak weten ze nog wel iets over de lokale gebeurtenissen, maar ontbreekt een algemeen beeld van deze hevige en complexe strijd. Onlangs opende het geheel vernieuwde Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp op Zuid-Beveland de deuren. De plek voor Zeeuwen en bezoekers van Zeeland om de Slag om de Schelde te ervaren. Waarom wordt de Slag om de Schelde nou eigenlijk de Vergeten Slag genoemd? Omdat hij niet in het collectief bewustzijn is, zowel in Nederland, maar eigenlijk ook in de wereldgeschiedenis niet. Als je de overzichtwerken die mondiaal uitkomen over de Tweede Wereldoorlog, Arnhem komt aan bod, de Slag om de Schelde. Maar hij blijft wezen als er een paar regeltjes aan besteed worden. Het was een hele cruciale slag, maar vervolgens kregen we nog de hongerwinter. We weten dat dat nog lang geduurd heeft. Dus het was niet meteen de bevrijding van heel Nederland. Wij Zeeuwen zijn hier altijd een beetje terughoudend geweest. En iedereen had geleden, dus er werd niet zoveel over gesproken. Nou, toen we eenmaal bevrijd waren, kwam in 1953 de watersnoodrampen nog eens een keer achteraan. Toen kregen de Zeeuwen weer heel veel ellende over zich heen. En daarom zeiden de Zeeuwen, ja, vergeet het maar. Denk aan de toekomst. En inmiddels kwam er toen de film over de Market Garden. Iedereen wist van Market Garden, niemand wist over de Slag om de Schelde. Dat is pas dit jaar, is dat voor het eerst veranderd. Want dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. En met de nationale start van dit herdenkingsjaar in Terneuzen op 31 augustus was er ineens ruime aandacht voor onze Slag om de Schelde. De start van de nationale viering van de bevrijding en herdenking in Terneuzen is heel belangrijk geweest. Toen is eindelijk eens een keer uitgelegd hoe het zat, hoe het echt zat. Omdat nu iedereen ervan doordrongen is het belang en het nut van die de noodzaak van die strijd en daarbij de omvang van die strijd. Voorheen was dat eigenlijk allemaal onduidelijk. Uw verhalen krijgen een bijzondere klank in het museum en ook een bijzonder plaatsje. En u mag vanmiddag... Dit is de plek in Zeeland waar je het hele verhaal van die slag tot je kunt nemen. Dit museum zal in de komende jaren echt aan de weg timmeren om het verhaal te vertellen van wat hier gebeurd is en het belang wat dat had voor heel West-Europa. Vandaag laten we de geschiedenis herleven en mag u letterlijk in de voetsporen van uw oma treden, want daarmee is het museum geopend. Maar ook is belangrijk de vrijheidsgedachte. Waarvoor werd gevochten? Niet alleen tegen een vijand, maar ook voor vrijheden, voor menselijke waardigheid. En dat is een waarde die blijft in de toekomst zo belangrijk om voor te vechten en met elkaar over te spreken. Dat dit museum heeft duurzame waarde. Nou, het is eigenlijk belangrijk om toch te weten dat er een heleboel jonge mensen zijn geweest. Bijvoorbeeld Canadezen, die eigenlijk ook maar moesten, over zee. Die hebben hun leven gelaten. Er is heel veel leed geweest onder de burgers.
En ja, het is in die zin belangrijk dat ook de jonge lui die alleen maar met een telefoontje zitten te spelen, dat die toch wel eens weten van ja, er is heel wat heeft zich afgespeeld voor jullie vrijheid. Het moet niet meer gebeuren. Ik weet niet of we het kunnen voorkomen, maar mensen moeten wel weten dat oorlog niet sexy is. En dat oorlog alles vernietigt waar je van houdt en waar je voor gevochten hebt in je leven. Ik denk dat wat heel belangrijk is, dat we de samenhang van die hele slag nu in zijn geheel kunnen presenteren. Het is niet de landing in Vlissingen geweest. Dat is maar een klein onderdeel. Het is enorm veel. Het zijn ook de gevechten bij Berg op Zoom, bij Moerdijk. Alles is Slag om de Schelde. En overal hebben zich kleinere verhalen afgespeeld. Maar dat grote moeten we in beeld houden om het kleinere te kunnen begrijpen. Ik denk dat het museum heel erg zal helpen. En ik denk ook dat die film gaat helpen. Die film die maakt er een verhaal van. Daar komen mensen in waar je mee kunt identificeren. En dat gaat tot mensen, in mensen dat tot de hart spreken. Nou, het zal natuurlijk wel een film worden die iets moderner zal worden vormgegeven. Het zal niet exact het verhaal van de slag worden, want ja, de jeugd moet ook naar de bioscoop toe gaan natuurlijk. Maar dat gaat er zeker aan bijdragen dat de slag meer bekendheid krijgt. De opname van de film De Slag om de Schelde zijn inmiddels begonnen. En hij gaat op 26 november 2020 in première. Het Bevrijdingsmuseum ontving sinds de opening al 8000 bezoekers. Vooral Zeeuwen. De rest van Nederland volgt ongetwijfeld de komende jaren. Op dit moment kun je dus nog moeilijk spreken van de vergeten slag. Herdenken is vooral weten en begrijpen. En daarom hoop ik dat mijn college en ook het boek wat ik samen met Hans Sakkers heb geschreven een bijdrage kan leveren aan de kennis over de Slag om de Schelde. Hartelijk dank voor je aandacht.